Goedemorgen allemaal, welkom. Mijn naam is Nicolien de Pater. Ik ben contactpersoon van de Monitor Boekstart in opdracht van Kunst van Lezen. Welkom bij dit webinar, het webinar met de titel van Wil naar Focus, doelgericht werken met de Monitor Boekstart. Je kunt tijdens dit webinar vragen stellen via de chatfunctie aan de rechterkant. We pakken de vragen live op of komen er later op terug. Ik heb een tip voor je. Wil je het geluid verbeteren? Luister dan met oortjes of een koptelefoon of zet je geluid wat harder. Tijdens het webinar zal ik de vragen die ik van jullie krijg doorzetten of ik stel ze eventueel aan Kees Broekhoff. We zijn live, maar gezien de omstandigheden zitten Kees en ik nu niet naast elkaar, maar op verschillende locaties en dat betekent dat we ook moeten schakelen. Alvast voor jullie ter informatie, het webinar en de PowerPoint komen in de toolkit. Nou, net al even gezegd, op de andere locatie zit Kees Broekhoff. Kees is senior adviseur bij Sardes en hij gaat het webinar voor ons verzorgen. Kees is medeontwikkelaar van de monitor en een meester in het selecteren van informatie vanuit de monitor en hoe deze informatie om te zetten naar beleid en uitvoering op de boekstartlocaties. Kees, mag ik jou vragen, wil jij ons meenemen in het webinar? Ja, met alle plezier. De titel van het webinar is Van Veel naar Focus, doelgericht werken met de Boekstart Monitor. Van Veel naar Focus betekent, er zit veel meer informatie in de monitor en voor sommige mensen is dat nogal intimiderend. En het is ook niet zo eenvoudig om daar goede keuzes in te maken, dat begrijp ik ook heel goed. Dus wat ik met deze webinar wil proberen is jullie te laten zien hoe je aan de hand van een aantal vrij eenvoudige richtlijnen, die denk ik voor iedereen herkenbaar zijn, tot een goede selectie komt waar je goed mee kunt werken. Oké, en nu gaat mijn... Ja, oké, daar gaat het. De doelen van dit webinar, daar komen ze. De eerste is, als je dit webinar hebt gevolgd, dan kun je in ieder geval uitleggen hoe je informatie uit de monitor selecteert en analyseert voor het beleid op de boekstartlocatie en voor de uitvoering van boekstart op de locatie. Ten tweede kun je vertellen hoe je monitorgegevens kunt vertalen naar doelen voor in het voorleesplan. Je kunt uitleggen hoe de werkwijze verandert bij een volgende meting, want dat maakt wel uit of je een eerste meting doet of een tweede of een derde. En tenslotte kun je ook vertellen wanneer en hoe je monitorgegevens gebruikt ten behoeve van het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Vier doelen en ik hoop dat we die het komende uur allemaal kunnen halen. Voordat ik begin met te duiken in de monitor, wil ik het met jullie hebben over het grootste probleem dat ik constateer bij de boekstartmonitor. En dat is de lage respons van de pedagogisch medewerkers. Je moet niet vergeten, die monitor is bedoeld om samen met de kinderopvang te werken aan concrete doelen op basis van feiten en cijfers. En die cijfers die laten zien wat het effect is van die samenwerking. Die laten zien wat het resultaat is. Als die cijfers niet compleet zijn, kun je daar dus ook niks over zeggen. Met andere woorden, op het moment dat de respons van PM'ers laag is, heb je ook maar heel weinig aan die monitor. En dat is heel vervelend. En ik zal je laten zien hoe dat er op dit moment voor staat. Als je kijkt naar de respons per meting, dan zien we op dit moment dat er 2731 pedagogisch medewerkers de vragenlijst van de monitor hebben ingevuld. Kijken we dan naar de vragenlijst van de voorleescoördinatoren, dan zien we daar dat daar kleine 700 voorleescoördinatoren de vragenlijst hebben ingevuld de afgelopen keer. En ook dat daar gemiddeld 8 pedagogische medewerkers werkzaam zijn op die locatie. Nou, als je 700 vermenigvuldigt met 8, dan kom je op 5500 pedagogische medewerkers die werken op de locaties die door de voorleescoördinatoren vertegenwoordigd worden. Met andere woorden, meer dan de helft van de PM'ers vult de vragenlijst niet in. En dat is echt een groot probleem. Ik zou dus aan jullie willen adviseren om hiervan een absolute prioriteit te maken. Ik zie als ik in de monitor kijk, ik blader gewoon even door de verschillende locaties, dan zie ik heel vaak dat er maar één PM'er is die de vragenlijst heeft ingevuld. Of het zijn er 2 of 3, terwijl er maar heel weinig locaties zijn die zoveel PM'ers hebben. En mijn advies zou daarom zijn, maak van het invullen van de vragenlijst echt een prioriteit.
Benoem dat echt als doel in je voorleesplan, zolang dat niet op orde is. Wij hebben tijdens ons werken met de kopgroeplocaties van Boekstart, hebben wij hier ook werk van moeten maken en dat hebben we gedaan en dat heeft ook resultaat opgeleverd. Dus wij hebben daar echt gesteld, oké, één van de doelen voor deze periode is sowieso, bij de volgende meting hebben alle PM'ers de vragenlijst van de monitoring gevuld. En dat gebeurt dan ook. En dan zie je, in het verschil tussen 2018 en 2019 op deze specifieke locatie, dat is dat in 2018 maar 5 PM'ers de vragenlijst hadden ingevuld, waardoor die niet goed bruikbaar werd zonder uitgebreid commentaar met gesprek met mensen daar op locatie, wat allemaal heel onhandig is. Dat heeft geresulteerd in 16 PM's die de vragenlijst hebben ingevuld. En daarmee kan je gewoon prima je verhaal onderbouwen. Goed, ik hoop dat dit duidelijk is. Dan gaan we door van veel naar focus. Dan gaan we echt kijken, wat kun je nou zien in die monitor en wat kun je daarmee. Ik heb een casus uit de monitor geselecteerd. Ik heb gezocht naar een casus waar in ieder geval voldoende respons was om over percentages te kunnen praten. Want als je maar 2 of 3... PM's hebt die de vragenlijst hebben beantwoord, ja, dan kun je nauwelijks praten over percentages, dat is heel gek. Goed, maar ik heb die casus geanonimiseerd en dan kijk ik als eerste altijd even, hoe staat het met de respons daar? Nou, ik zie daar in die respons voor 2019, ik heb daar de vragenlijst van de voorleescoördinator voor nodig, ik kijk naar de respons totalen. En dan zie ik daar 13 PM'ers hebben de vragenlijst ingevuld. En dan denk ik, oh, dat is ongetwijfeld de hele club. Dus ik kan hier iets mee. En ik ga kijken naar die resultaten van 2019. Om dat te doen heb ik 2 dingen in mijn hoofd. De eerste is, er moet iets met beleid. Want wij werken samen op het gebied van beleid. We moeten immers voorleesbeleid voor elkaar zien te krijgen op die locatie. En we hebben het over uitvoering. We willen ook dat beleid in uitvoering zien. Dus dat zijn de 2 zaken waar ik me op ga richten. Beleid in de monitor als eerste. Wat is er nou belangrijk in dat beleid? Of wat voor zaken zien we daar allemaal? Om te beginnen zien we, is er wel of niet een voorleesplan? Is er wel of niet een voorleescoördinator? Dat is een belangrijke prioriteit. En daarom heb ik hem ook op de eerste plaats gezet. Want we weten uit de analyses van DESAN, die analyses heeft gemaakt van deze gegevens, dat zodra er een voorleesplan is en zodra er een voorleescoördinator is, dan gebeurt er meer op zo'n locatie. Dus hier geef ik echt voorrang aan. Dat is het eerste waar ik aan denk. Er moet een voorleesplan zijn, er moet een voorleescoördinator zijn. Als het er niet is, heb ik ook meteen een focus om aan te werken voor de komende periode. De tweede is de voorleesomgeving. Immers, als die omgeving er niet is, of als die niet deugt, dan kunnen we ook niet verwachten dat het voorlezen daar goed vorm zal krijgen. Het derde is de scholing interactief voorlezen voor pedagogisch medewerkers. Waarom? De kwaliteit van het voorlezen, maar ook het voorlezen überhaupt, dat wordt daarin weerspiegeld. Als de PM'ers niet geschoold zijn, kunnen we ook niet verwachten dat het goed gebeurt. En tenslotte, omgaan met laaggeletterde ouders. Die heb ik erbij gezet omdat dat heel veel aandacht krijgt tegenwoordig. En omdat er locaties zijn waar dat daadwerkelijk een beleidsprioriteit is. En je kunt dat van mij ook ietsje ruimer nog opvatten. Gewoon omgaan met ouders überhaupt, ouderbetrokkenheid. Dat heeft daar natuurlijk ook alles mee te maken. Dit zijn de prioriteiten die je zou kunnen vinden in het beleid van een kinderopvang als het gaat om die samenwerking met de bibliotheek. Goed, ik heb hier ook een... Heb jij een vraag, Nicoline? Ja. Nou, ik heb een aantal vragen, dus ik onderbreek je even, want dit is natuurlijk een prachtige lijn, maar we pakken hem straks weer op. Ja. Het gaat met name, de vragen gaan met name over het invullen en jouw terechte prioriteit, denk ik, van invullen door de PM'ers. De praktijk is, zegt een van de vragenstellers, er werkt maar 1 PM'er op de locatie. Of de afspraak is gemaakt dat 1 PM'er namens een aantal invult. Wat kunnen we daar aan doen, Kees? Wat zouden we daaraan voor tips of adviezen kunnen geven? 1 PM'er op een locatie. Dat is wel, ik kan me toch niet voorstellen dat dat heel veel voorkomt, omdat we zien dat gemiddeld zijn dat er 8. Ja. Maar goed, als het voorkomt, dan zou je in ieder geval kunnen zeggen, oké, als het per locatie maar 1 PM'er is,
dan heb je in ieder geval aan percentages heel weinig. Dan zou je ook een heleboel zaken gewoon in gesprek met die PM'er kunnen organiseren. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik neem een aantal locaties bij elkaar. Als die locatie er één is van een grotere kinderopvangorganisatie, dan zou ik zeggen, kijk naar die organisatie als totaal. Zodat je toch meer volume hebt om over te praten. PM'ers met elkaar in gesprek kunt brengen en lijn kunt brengen in het beleid van die totale organisatie. Als het echt een eenpitter is, dat komt natuurlijk ook voor, een echte eenpitter met maar één PM'er, ja, dan kun je je zelfs afvragen, is het dan heel nuttig om die vragenlijst digitaal af te nemen, levert dat heel veel meer op? Dan is vooral die vragenlijst een bijdrage aan het landelijke beeld van wat we zien in de samenwerking tussen bibliotheken en kinderdagverblijven. Maar als het gaat om de directe samenwerking met die PM'er en met die locatie, dan zou je natuurlijk ook een heleboel dingen gewoon mondeling kunnen doen. In ieder geval praat je dan niet over percentages. Maar dan heb je het eigenlijk gewoon over, doe je dingen wel en of doe je dingen niet? En kan het je nog helpen om dingen beter te doen? Ja, ja, helder voor mij. En als er afgesproken is van op de locatie, we spreken af wie van de PM'ers invult namens. Heb je daar nog een advies of een tip? Dat zou ik niet doen. Dat zou ik echt niet doen, want dat is maar zo zelden dat PM'ers allemaal precies hetzelfde doen. Dat kan bijna niet. Iedereen doet wel iets anders. Dus ik zou dat absoluut niet doen. Men weet ook niet van elkaar precies wat ze doen. Laten we eerlijk zijn, dat kan ook niet. Want niet iedereen werkt op dezelfde tijd. Niet iedereen spreekt elkaar. Het is juist goed om alles te laten invullen door iedereen. Zodat iedereen ook dat gevoel van betrokkenheid krijgt. Van oké, alles wat wij samen doen, al die vragenlijsten die wij invullen, die laten dit totale beeld zien. En ik heb daar ook mijn eigen individuele bijdrage in. Ja. Dus ga niet met z'n allen achter die ene PM'er staan en die vertegenwoordigt dan de hele club. Nee, iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid die even groot is voor iedereen. En iedereen zou zelf individueel die lijst moeten beantwoorden. Ja, dus toch inderdaad bij een volgende meeting zoveel mogelijk PM'ers vullen de vragenlijst in. Ja. En tenslotte kost het ook niet al te veel tijd. Kees, zullen we verder met het grote verhaal? Ja, een retorische vraag. Ik heb wat retorische vragen in mijn presentatie opgenomen. Om nog een soort suggestie van interactie te wekken. Vragen die ik wel belangrijk vind. En die ik normaal gesproken zou stellen als ik een aantal mensen tegenover mij had. En deze vraag is, kan omgaan met laaggeletterde ouders ook de belangrijkste prioriteit zijn? Met andere woorden, zou die ook op nummer 1 kunnen staan? Nou, dit is een prioritering die ik zelf heb aangegeven, zoals hier nu staat. Omdat ik denk dat dit daadwerkelijk het belang weergeeft van al die onderwerpen ten opzichte van elkaar. Maar het kan wel degelijk voorkomen dat omgaan met laaggeletterde ouders de belangrijkste prioriteit is. En dat is heel eenvoudig het geval als een kinderopvangorganisatie besluit, dit gaan wij de komende periode zelf als belangrijkste prioriteit benoemen. En als dat zo is, dan betekent dat meteen dat je moet resetten als het ware. Die komt dan echt op nummer 1 te staan. En dat heeft dus ook consequenties voor de wijze waarop je kijkt naar je gegevens, welke selectie je maakt en welke actiepunten je formuleert. Want dat wordt dan je aangrijpingspunt. Dus het antwoord op die vraag is ja zeker, dat kan. Maar dat wordt bepaald door de kinderopvangorganisatie en niet door de bibliotheek. Een tip die ik hieraan wil verbinden is, kies één beleidsdoel om aan te werken in het komende jaar. Er staan hier 4 prioriteiten, maar als je dat alle 4 zou gaan doen, dan heb je een heel goed kans dat dat niet gaat lukken. Dat dat een recept is voor mislukking. Dat het gedeeltelijk lukt. Met 1 doel voor ogen is de kans veel groter dat het ook echt lukt. En dat je kunt laten zien met behulp van de cijfers. Kijk eens jongens, afgelopen jaar is het echt gelukt om dat tot stand te brengen. Oké, welke vragen horen hier nu bij? Als we kijken naar die beleidsprioriteiten en we kijken naar de vragenlijst van de voorleescoördinator, dan is er een aantal vragen dat betrekking heeft op die beleidsprioriteit. De eerste is natuurlijk, is er een voorleescoördinator? Die kunnen we allemaal zo dromen, want die staat zo in de monitor. Is er een voorleesplan? Dan hebben we een aantal vragen die te maken hebben met het aanbod, de collectie, de voorleesomgeving. Dit stuk van de voorleesomgeving is natuurlijk een absolute voorwaarde. Is er überhaupt een collectie? Is er aanbod voor alle leeftijdsgroepen? Is er aanbod specifiek voor de doelgroep VVE? Dat is die voorleesomgeving. Dan hebben we de training en interactief voorlezen. Daar is een vraag over. En we hebben ook een vraag over het omgaan met laaggeletterde ouders.
Dus die beleidsprioriteiten die vinden we keurig terug in de monitor. En dan gaan we kijken, wordt daar nou ook werk van gemaakt? Nou, als we kijken naar die casus die ik heb geselecteerd, het antwoord op de vraag, is er een voorleescoördinator, is ja, er is er een. Nou, dat is geruststellend gegeven. Die is er, dus daar hoef ik geen werk meer van te maken. Natuurlijk is het zo, overigens, dat je in die samenwerking met wat kinderdagverblijf, weet je dit natuurlijk al. Ik weet dit nog niet, en daarom kijk ik er even naar. Maar normaal gesproken weet je dit al, en hoef je er nog niet eens naar te kijken. De tweede vraag is er een voorleesplan? Nou, dat is er ook. Dat was er vorig jaar niet, dat kun je ook zien, maar dat is er nu wel. Kennelijk is daar vorig jaar een doelstelling van gemaakt in het voorleesplan. En er heeft daar gestaan, volgend jaar ligt er een voorleesplan. Ja, je kunt natuurlijk moeilijk een doel in een voorleesplan opnemen als het er nog niet is. Maar men heeft dat als doel genomen. Volgend jaar ligt er een voorleesplan en nu ligt het er ook. Nou, dat is ook een prima gegeven. Dan kijken we naar de voorleesomgeving. De drie vragen die daar betrekking op hebben. Is er een collectie die regelmatig vervangen wordt? Nou, we zien hier keurig donkergroen. Dat is het geval op alle groepen. Hartstikke goed nieuws. Is er een passende collectie per leeftijdsgroep? Die is er ook. Ook hartstikke goed nieuws. En is er speciaal aanbod voor de VVE-doelgroep? Jawel, voor kinderen en voor ouders, 100%. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel goed nieuws. We gaan verder kijken hoeveel PM'ers zijn getraind in interactief voorlezen. En dan zien we een heel vreemd fenomeen. Namelijk, vorig jaar was nog meer dan de helft van de medewerkers getraind in interactief voorlezen. En nu is dat nog maar de helft. En dat vind ik wel verontrustend. Dan denk ik eigenlijk meteen, hé, dat is niet oké. Want als niet alle PM'ers zijn getraind in interactief voorlezen, hoe kan ik dan verwachten dat op deze locatie dat interactief voorlezen echt goed uit de verf komt? Dus hier maak ik meteen een mentale aantekening van, of misschien zelfs wel een fysieke. Hier moet iets mee gebeuren. Dit is niet in orde. Sterker nog, het gaat zo te zien achteruit. En als ik nog even dat eerste diaatje voor me neem van de respons, daar zag ik ook dat, eens even kijken, hoe zat dat? Daar zag ik dat er 13 PM'ers de vragenlijst hebben ingevuld. Met andere woorden, het gaat om 13 PM'ers. En dat betekent dus dat er 6 of 7 die training niet hebben gevolgd. Nou, dat vind ik nogal wat. Dat is niet in orde. Een retorische vraag die hierbij kan horen is het nu nog nodig om te kijken naar het omgaan met laaggeletterde ouders? Als ik dat advies van die Broekhoff ter harte neem, namelijk ik kies maar één beleidsprioriteit om aan te werken, dan is het antwoord op deze vraag nee. Want ik heb eigenlijk mijn prioriteit hier al mee te pakken. Ik heb gezien, er is een voorleescoördinator, ik heb gezien, er is een voorleesplan, ik heb gezien de voorleesomgeving, de basis daarvoor is op orde. En nu kom ik op een stuk waarvan ik zie, hé, dit is niet op orde. Dus ik hoef niet meer verder te kijken. Ik ga gewoon denken, hier ga ik mij op focus de komende periode. Dus ik kijk niet eens meer naar dat omgaan met laaggeletterde ouders. Ik kan nu mijn eerste conclusie trekken voor dat onderdeel beleid. En die conclusie is, A, de kern van het beleid is op orde. Er is een voorleescoördinator, er is een voorleesplan en de collectie, dat stuk van de voorleesomgeving, dat voorwaardelijke stuk, dat is in orde. Volgende conclusie is, het percentage dat getraind is in interactief voorlezen is gehalveerd. Nou, dat staat gehalveerd, maar dat klopt natuurlijk niet. Het is niet echt gehalveerd, maar het is minder dan de helft dat getraind is in interactief voorlezen. En dat is een reden tot zorg. Dus ik benoem hier direct mijn eerste prioriteit. En die schrijf ik ook echt voor mezelf op. De 6 of 7 PM'ers die nog niet getraind zijn, die zouden een training moeten krijgen. Dat stukje heb ik dan klaar. Nu ga ik kijken naar het onderdeel uitvoering. Je zag dat ik ging kijken eerst naar beleid. Nu ga ik kijken naar uitvoering. Om die uitvoering goed voor mezelf te ordenen, wat zie ik daarover in de monitor? Moet ik eerst voor mezelf een goed denkkader hebben. En wat is dat denkkader? Dat denkkader is de leescirkel van Aidan Chambers. Wat we uiteindelijk nastreven is natuurlijk een levende voorleescultuur op iedere boekstartlocatie. En die leescirkel van Aidan Chambers die biedt daar een geweldig denkkader voor. Waarom? Dat denkkader is glashelder. Het is zeer robuust. Want het bestaat al sinds, wanneer is het? 90er jaren van de vorige eeuw. Niemand heeft dat kader ooit bestreden. Het is ook heel herkenbaar voor mensen die werken in de bibliotheek.
Dus dat maakt het een heel hanteerbaar en nuttig instrument. Bovendien wordt dit denkkader ook gebruikt in het primair onderwijs. En dat betekent dat we via dat voorlezen naar het lezen op de basisschool een prachtige doorgaande lijn hebben als we datzelfde denkkader gebruiken. En we zien ook, die leescirkel en de monitor zijn inhoudelijk met elkaar verbonden. We kunnen daadwerkelijk die leescirkel tot leven brengen met behulp van vragen uit de monitor. Hoe ziet dat eruit? Dit is die leescirkel. In het midden hebben we de pedagogische medewerker. Je mag het ook voor mij de volwassenen noemen, maar die pedagogische medewerker, dat is toch wel echt de cruciale figuur in deze context. Dus die laten we daar even staan. En dan zien we daar de drie onderdelen: kiezen, voorlezen en praten. Kiezen betekent, is de collectie bereikbaar voor de kinderen? Is er eigenlijk voor hen wel wat te kiezen? Of kunnen ze niet eens bij de boeken? Het tweede is, als ze niet weten wat ze moeten kiezen, krijgen ze daar ook hulp bij. Ook een belangrijk punt. We zien dat ook weer verderop in het primair onderwijs en nog verder in het voortgezet onderwijs. Waar kinderen heel erg tegenaan lopen, is het vinden van het juiste boek. Dus als dat al begint bij de peuters, dat kinderen daar hulp bij ervaren, dat ze merken het goede boek is altijd te vinden en dat je daar soms hulp bij nodig hebt, zelf niet erg, dat is natuurlijk geweldig. Dan krijgen we voorlezen, het tweede stuk van de leescirkel. Dat gaat met name over de tijd voor voorlezen, maar ook over de kwaliteit van voorlezen. En dan hebben we het over hoeveel tijd is er voor ingepland. Staat het überhaupt op het programma? Gebeurt het in kleine groepjes? Wordt er ook individueel voorgelezen? En als het om de kwaliteit van voorlezen gaat, worden daar ook woorden uitgelegd op het moment dat er wordt voorgelezen? En worden er ook digitale prentenboeken gebruikt? Want die worden immers voorgelezen door een stem op het scherm. Ook dat is voorlezen. En tenslotte het derde stuk van de leescirkel, praten naar aanleiding van het boek en activiteiten naar aanleiding van het boek, waarbij het gesprek ook als vanzelf tot stand komt. We gaan met behulp van dit denkkader kijken wat onze locatie doet. Hoe doe je dat? Stap voor stap, stuk voor stuk, eerst kijken naar kiezen, vervolgens kijken naar voorlezen en vervolgens kijken naar praten. Stap 1, kiezen. Bereikbaarheid van de collectie voor de kinderen en hulp bij boekkeuze. Welke vragen staan daarover in de monitor? Nou, dat zijn er een paar. Heel duidelijk. De eerste vraag is, de kinderen kunnen zelf bij de voorleesboeken. Dat staat in de vraaglijst van de voorleescoördinator. Waarom staat die overigens niet bij uitvoering, maar juist hier? Omdat dit iets is wat op instellingsniveau georganiseerd is. En niet een verantwoordelijkheid is van de pedagogische medewerker. Dus bereikbaarheid, kinderen kunnen bij de voorleesboeken. En de tweede, de hulp bij het kiezen van een boekje. Dat hoort wel bij de pedagogische medewerker, omdat dat echt haar eigen taak is en haar eigen invulling van die taak. Ik help kinderen bij het uitkiezen van een boekje. Dus we gaan kijken hoe dat eruit ziet in deze locatie. Als we kijken naar de bereikbaarheid van de collectie voor de kinderen, de vraag, de kinderen kunnen zelf bij de voorleesboeken, dan zien we dat dat op alle groepen prima georganiseerd. Kijken we naar kinderen helpen bij het uitkiezen van een boek, en dat is op de vragenlijst van de PM'er, dan zien we dat dat helemaal niet zo goed is georganiseerd. Dat is ten opzichte van het vorig jaar zelfs sterk afgenomen. We zien dat vorig jaar, toen 12 PM'ers de vragenlijst invulden, dat iets meer dan de helft dat helemaal, maar soms deed. Terwijl nu zie je zelfs mensen die dat helemaal niet doen. En het aantal mensen dat het soms doet, is sterk toegenomen. Er zijn er maar heel weinig die dat vaak of altijd doen. Ik denk eigenlijk 2, als ik zo naar de cijfers kijk. Dus ja, dat lijkt mij wel een belangrijk punt om werk van te maken. Wat kun je nu eigenlijk met dit gegeven? Ja, wat is dit gegeven nu eigenlijk? Dat is eigenlijk heel interessant. Juist omdat je de gegevens van vorig jaar ook bij de hand hebt. Je kunt ten eerste zien dat het minder goed is geworden. En mijn vermoeden is dat daar een personeelswisseling heeft plaatsgevonden, wat daar de oorzaak van is. Want mensen zullen hun gedrag niet zomaar veranderen. Ik denk dat er nieuwe mensen aan het werk gegaan zijn en dat die hier misschien minder gewend zijn om dit te doen. Een ander punt is, je kunt zien dat sommigen het, of tenminste één doet dat altijd, en er is er ook één die dat vaak doet. Er is dus wel ervaring met dit gegeven. En zeker ook als je kijkt naar vorig jaar, dan zijn er misschien zelfs nog wel meer die er ervaring mee hebben.
En dat betekent dat je die mensen kunt gebruiken om aan hun collega's te vertellen hoe zij dat doen, wat zij precies doen. Want laten we eerlijk zijn, kinderen helpen bij het uitkiezen van een boek is misschien ook helemaal niet zo makkelijk als je nooit eens vertelt hoe je dat moet doen. Dus dat is ook een manier om naar die gegevens te kijken. Hoe kun je verandering teweeg brengen door mensen te gebruiken die het al goed doen? Ik kan nu een tweede conclusie trekken. En die conclusie heeft betrekking op het kiezen van boeken. De eerste is, de collectie is voor de kinderen bereikbaar. Dat heb ik gezien, dat is een belangrijk punt. En de tweede is dat kinderen hulp geven bij het kiezen van een boekje. Dat is toch niet zo heel erg op orde op dit moment. En daarom benoem ik dat ook meteen als prioriteit. Ik ga hier een aantekening van maken voor mijzelf. Meer PM'ers zouden kinderen hulp moeten geven bij het kiezen van een boekje. Dit stuk van de leescirkel van Chambers hebben we hiermee klaar. Dus we gaan nu naar het tweede stuk, voorlezen. En dan gaan we kijken naar deze onderwerpen. Welke vragen vinden we in de monitor die daar betrekking op hebben? De eerste is voorlezen een vast programmaonderdeel? Daaraan kun je zien, is er eigenlijk tijd voor voorlezen ingepland? De tweede is, wordt er voorgelezen aan kleine groepjes? Waarom staat die vraag erin? Dat heeft alles te maken met de effectiviteit van voorlezen. Voorlezen aan een grote groep is niet erg effectief als het gaat om interactie, taalstimulering, denkstimulering, mondelinge taalontwikkeling. Daar moeten we het echt hebben van die kleine groepjes. En die kleine groepjes zijn effectiever omdat je daar die interactiviteit veel makkelijker tot stand kunt brengen. Dus dat voorlezen in kleine groepjes is erg belangrijk. Wordt er voorgelezen aan individuele kinderen? Ook een belangrijk punt. Want als dat gebeurt, dan kan dat betekenen dat pedagogische medewerkers goed oog hebben voor kinderen die meer nodig hebben. Dat ze die apart nemen en dat ze die apart voorlezen. En dat betekent dat ze erin slagen om differentiatie aan te brengen in hun werk. Dan is er nog een vraag die heeft betrekking op het uitleggen van moeilijke woorden. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het voorlezen zelf. Kinderen moeten nieuwe woorden leren. En dat leren ze via die boekjes, maar als de woorden niet worden uitgelegd, ja, dan wordt dat natuurlijk lastig. Dus dat uitleggen van die woorden is een belangrijke indicator van de kwaliteit van het voorlezen. En tenslotte wordt er gebruik gemaakt van digitale prentenboeken. Daar staat achter differentiatie en waarom. Met behulp van digitale prentenboeken kun je kinderen een breder aanbod geven, een intensiever aanbod. Je kunt ze frequenter voorgelezen laten worden, zonder dat een pedagogisch medewerker daarvoor van de groep af hoeft. Dus als het gaat over differentiëren, kun je zeggen voorlezen aan individuele kinderen, dat helpt. Maar het gebruik maken van digitale prentenboeken, dat helpt ook. Want dat kunnen meerdere kinderen tegelijkertijd doen. En de pedagogische medewerker kan op dat moment met andere kinderen in die groep aan de slag gaan. Dus voor differentiatie is dat ook een belangrijk punt. Al deze gegevens komen voor in de vragenlijst van de PM. Wilde jij wat vragen, Nicolien? Is er een vraag binnengekomen? Nee, Kees, volgens mij, we blijven allemaal, voor zover ik het zie. Ik denk wel dat dit enorm veel steun gaat geven. De selectie aan vragen, vragen die je zou kunnen inzetten, juist bij het tweede onderdeel van de leescirkel. Het houdt mij er heel erg bij en ik zie ook dat we met heel veel bij je blijven. Maar hoe is het met jou? Want jij praat de hele tijd aan één stuk door. Ja, ik ben niet stil te krijgen als het erop aankomt, joh. Dus, nee, prima. Nee. Mooi zo, mooi zo. Nee, dat gaat niet prima. We gaan gewoon vrolijk door. Oké. Goed, we zitten in het tweede stuk van de leescirkel van Chambers en we gaan kijken hoe het zit met die vragen die betrekking hebben op voorlezen. Hoe is dat bij onze casus? Hoe zit het met het voorlezen als vast programmaonderdeel? Wat zien we bij die resultaten voor 2019? Nou, kijk, ik zou dit heel graag aan jullie allemaal willen vragen. Wat vind je hiervan? Er is er één die dat nooit doet. Er zijn er wat die dat niet zo vaak doen. Er zijn er wat die het dagelijks doen. Er zijn er een paar die zeggen niet van toepassing. Ik denk dat dat degene zijn die een afspraak hebben gemaakt met hun partner. Jij doet dit onderdeel en ik doe dit dus niet. Dat is op zich ook heel legitiem.
En dat is typisch iets wat in het gesprek met de PM'ers naar voren komt. Ik vind dit geen heel verontrustend beeld op zich. Ik vind dat daar, ja, hoe meer groen ik zie, hoe blijer ik word. En ik zie het rood maar heel schaam op de voorschijn komen. Dus niet slecht. Voorlezen aan kleine groepjes. Nou, dat kun je zien. Dat is prima ingeburgerd op deze locatie. Dat gebeurt door een heleboel mensen dagelijks. Door nog een flink stuk, een paar keer per week. En er is helemaal niemand die dat nooit doet. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Voorlezen aan individuele kinderen. Komt ook best wel voor. Daar is ook niemand die dat nooit doet. Dus dat beeld vind ik ook niet gek. Moeilijke woorden uitleggen, daar schrik ik wel een beetje van. Want ook als ik weer kijk naar dat beeld van vorig jaar, dat bevestigt weer mijn vermoeden, of het sterkt mijn vermoeden, dat er toch andere mensen werken nu. Voorheen was men dat meer gewend, nu gebeurt dat minder. Het zou kunnen dat dat ermee te maken heeft. Er is nu weer iemand die dat nooit doet. Er zijn er best wel wat die dat soms doen. Iets minder dan de helft doet dat vaak of altijd. Maar dat rood, dat verontrust mij wel. Ik heb het idee dat ik daar wel iets mee moet. Vooral ook in aanmerking genomen dat dit zo'n belangrijke indicator is van kwaliteit van interactief voorlezen. En als ik dan weer even terugneem dat gegeven van meer dan de helft van de pedagogische medewerkers is niet getraind in interactief voorlezen, dan denk ik ja, dat kan alles hiermee te maken hebben. Mensen hebben dat niet geleerd, dus hoe zouden ze moeten weten hoe dat moet? Ten slotte, het gebruik van digitale prentenboeken. Ja, dat is ook niet zo indrukwekkend. Overigens ook niet heel erg afwijkend van landelijke cijfers. Maar hier blijft duidelijk een kans liggen om te differentiëren. Hoewel het natuurlijk ook maar de vraag is, waar wordt het niet gedaan als deze kinderopvang zo is ingedeeld? Dat je als PM'er werkt met een specifieke leeftijdsgroep, dan is het helemaal niet zo gek, want dat je met de jongste kinderen niet werkt met digitale prentenboeken is heel logisch, want daar weten we ook helemaal niet van of dat effectief is. Sterker nog, we hebben alle indicaties dat het helemaal niet zo effectief is. Het wordt eigenlijk pas echt effectief als kinderen eenmaal 2,5, 3 jaar zijn. Dus dat zou hierachter kunnen zitten, dat weet ik niet. Maar ik zie wel dat er niet veel mee gebeurt. En dat er één is die dat een paar keer per week doet. En daar word ik ook wel weer nieuwsgierig naar. Dus in het gesprek met dit team of deze PM'er zou ik daar wat meer over willen weten. Kees, mag ik even tussendoor? Er zijn vragen over de antwoordcategorie niet van toepassing. Er wordt gezegd van, zou het kunnen betekenen dat er op de babygroep niet wordt voorgelezen. Dat zou kunnen, ja. Ja. Ja hoor, en dat moet je dus typisch in het gesprek met die club zien te achterhalen. En dat zou betekenen dat er twee mensen, of dat er nu twee mensen op die babygroep werken, terwijl het er vorig jaar maar één was. Dat zou kunnen. Ja. Het kan ook betekenen dat er überhaupt geen infrastructuur is om te werken met die digitale prentenboeken. Die indicator niet van toepassing. Maar dat geldt niet voor deze locatie, want dan zou dat ook niet door één iemand een paar keer per week kunnen gebeuren. Nee. Dus ik vind dat er wel spullen aanwezig zijn, maar ja, ik vermoed dat dat niet van toepassing in dit geval te maken heeft met een groep. Of met afspraken die gemaakt zijn. Ik doe dat niet, maar jij doet dat wel. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Oké. Hey, en even tussendoor, ik krijg ook een reactie. Het is heel duidelijk en nuttige informatie. Okay, dus, nou, dat is fijn om te horen. Ja, hè? Zo is het. Okay. Niemand klaagt dat ik te snel praat? Nou, nog geen reacties gezien, maar misschien gaan ze nu komen dan, hè? Ja. Goed, ja. Dan weer. Oké, Kees. We kunnen nu een derde conclusie trekken die te maken heeft met voorlezen. Dat stuk van de Leescirkel Chambers. De eerste is, ik heb gezien dat er veel wordt voorgelezen. Dat gebeurt structureel, het is een vast programmaonderdeel. Het gebeurt ook gedifferentieerd, want ik heb ook gezien, het gebeurt in kleine groepen en het gebeurt ook individueel. Dus dit is goed nieuws. Ik heb wel meteen voor mezelf weer een prioriteit opgeschreven en dat is dat uitleggen van moeilijke woorden. Daar moet echt iets mee gebeuren. En dat zou eventueel opgenomen kunnen worden in die training interactief voorlezen, waarvan ik bij beleid al heb gezien dat dat echt nodig is. En de vierde prioriteit is, digitale boeken zouden meer gebruikt moeten worden, want nou, daar blijft echt gewoon een kans liggen. Dat heb ik zo geïnterpreteerd.
Dan gaan we naar het derde en laatste stuk van de leescirkel van Chambers. Die heeft te maken met het praten over boeken en de activiteiten naar aanleiding van boeken waarbij het gesprek tot stand komt. De vragen in de monitor die daarop betrekking hebben zijn: wordt er met de kinderen gepraat over het boek en worden er activiteiten georganiseerd naar aanleiding van het boek? Nou, wat zien we op deze locatie? Als het gaat om het praten over het boek, meer dan 2/3 doet dat vaak of altijd. Dus nou, dat is op zich niet heel gek, maar eigenlijk vind ik dat wel dat iedereen dat zou moeten doen. En waarom? Waarom? Dat zeg ik omdat ik weet dat voor die taalontwikkeling van kinderen dat praten over dat boek zo ontzettend belangrijk is. Bij voorlezen luisteren kinderen heel goed naar wat je vertelt. Maar dat luisteren is maar één stukje van die taalontwikkeling. Een veel belangrijker stukje is het praten. Want als kinderen gaan praten, gaan ze alles wat ze in hun hersenen hebben op het gebied van taal mobiliseren om hun gedachten onder woorden te brengen. En dat doen ze in interactie met die pedagogisch medewerker. Ze gaan heel goed luisteren naar wat die pedagogisch medewerker zegt. En wat ze horen gaan ze gebruiken in hun eigen taalgebruik. En dat maakt het zo belangrijk om veel met de kinderen te praten. En als je met kinderen een boek hebt voorgelezen, zou je eigenlijk altijd moeten zeggen, je kunt nooit voorlezen zonder het er even over te hebben. Zonder de kinderen niet even de kans te geven om hun gedachten over dat verhaal onder woorden te brengen. Of zonder een probleempje nog even naar voren te halen wat in dat boek ter sprake is gekomen. Dus het ziet er eigenlijk best aardig uit. En toch zeg ik, dit vind ik iets wat alle pedagogische medewerkers zouden moeten doen. Nou, kijken we naar activiteiten naar aanleiding van het boek. Dat ziet er wel heel erg rood uit. En ook daarvan zeg ik, ja, ik denk niet dat je in één keer dat allemaal groen zal kunnen krijgen. Maar waarom is dit nou zo belangrijk? De eerste is dat activiteiten zoals rollenspelletjes waarin kinderen stukjes van het boek naspelen terwijl jij het vertelt, of scènes naspelen, of knutselen naar aanleiding van, of zelfs alleen maar kleuren naar aanleiding van, wat het dan ook is. Al die activiteiten zorgen ervoor dat kinderen op een andere manier met de inhoud van dat boek bezig zijn. En dat is ook voor die taalontwikkeling weer zo goed. Dat die woorden terugkomen op een andere manier, in een andere situatie. Terwijl kinderen op een andere manier fysiek ook bezig zijn. Dus voor die taalontwikkeling is dit wel een belangrijk punt. En tijdens die activiteit komt dat gesprek vanzelf tot stand, als het goed is. En dat is het tweede punt. Een goede activiteit zorgt er ook voor dat PM'ers en kinderen met elkaar in gesprek gaan. Dat de kinderen met elkaar in gesprek gaan. En dat er dus veel taal wordt gebruikt tijdens die activiteit. Nou, dan ga ik mijn vierde conclusie trekken. En dat is, het praten over dat voorlezige boek gebeurt eigenlijk niet standaard. We hebben gezien dat dat redelijk groen was, maar niet standaard, niet bij overal. En activiteiten worden eigenlijk nauwelijks georganiseerd. Dus ik ga hier een vijfde prioriteit bij formuleren. En je ziet dat ik daar stiekem 2 dingen in 1 prioriteit heb gepropt. Het is belangrijk dat PM'ers meer gaan praten met de kinderen over het boek en dat ze meer activiteiten met kinderen gaan doen naar aanleiding van het voorlezen. Dit zou opnieuw meegenomen kunnen worden in de training interactief voorlezen. Wat is nu de opbrengst van de analyse die ik heb gemaakt? Ik heb gekeken naar beleid, ik heb gekeken naar uitvoering en dat heeft 5 prioriteiten opgeleverd. De eerste had te maken met de training van PM'ers. Er zijn er 6 of 7. Die niet getraind zijn. De tweede had te maken met het hulp geven bij het kiezen van een boekje. De derde had te maken met aandacht voor het uitleggen van moeilijke woorden. De vierde had te maken met digitale boeken. En de vijfde, dat waren er stiekem 2, had te maken met praten over het voorgelezen boek en activiteiten naar aanleiding van het boek. Nou, daar komt weer een retorische vraag naar voren. Moeten we dit allemaal tegelijk aanpakken? 5 prioriteiten waarvan er eentje stiekem ook nog eens een keer 2 zijn. Dus eigenlijk zijn het er 6. Is dat niet een beetje veel van het goede? Ja, dat is eigenlijk iets te veel van het goede. Ik zou dit niet doen. Ik vind dit te veel. Dus de vraag is nu, wat kan ik eruit gooien? Wat is het meest logisch om niet te doen?
Als ik even kijk naar die eerste, dan zou ik zeggen, ja, dat is een absolute basisvoorwaarde. Iedere PM'er moet getraind zijn in interactief voorlezen, anders krijgen we de boel hier nooit goed op orde. Als ik dan kijk naar de andere vier, dan zie ik er drie die heel goed bij elkaar passen. Want dat zijn allemaal onderwerpen die in een training aan de orde zouden kunnen komen. En ik zie er één die eigenlijk van een andere orde is. En dat is die van die digitale boeken. Om digitale boeken meer gebruikt te laten worden, is er nogal wat nodig. Ze moeten er zijn. Er moeten spullen zijn. PM's moeten weten wat goede zijn en wat geen goede zijn. Want er zijn er nogal wat die niet deugen. Hoe zet je ze precies in het werken met thema's? Want veel PM'ers werken met een programma, maar goed, waar zet je dan precies die digitale boeken in? Hoe combineer je digitale boeken met fysieke boeken? Daar komen een heleboel vragen bij. Eigenlijk is het werken met digitale boeken een project op zich. En daarom zou ik zeggen, als ik al zoveel op mijn bordje heb, dan laat ik dit gewoon nog even een jaar liggen. En dan heb ik vier prioriteiten over, of stiekem vijf. En daar heb ik mijn handen vol aan. Dus zo kom ik tot een voorstel wat ik op die locatie zou kunnen bespreken. Dat heb ik in ieder geval in mijn hoofd. Als ik daar naartoe ga, dan denk ik, oké, er moet sowieso een basistraining interactief voorlezen zijn voor de PM'ers die nog helemaal niet getraind zijn. En dan wil ik eigenlijk dat alle PM'ers een training volgen op het gebied van die onderwerpen waarvan we zien, hé, daar kan echt nog wel een tandje bij. Daar moet echt nog wel iets gebeuren. Dus ik zie hier al in mijn geestesoog een kleine scholing, een basistraining voor de ene groep en dan voor alle anderen. Een training die ik op maat maak, die misschien maar één workshop inhoudt of twee, met één opdracht tussendoor. En die PM'ers helpt om dit tot stand te brengen. Kees? Ja. Er is een vraag over die activiteiten. Vind jij dat er een verschil is tussen activiteiten doen naar aanleiding van een voorgelezen boek of gewoon activiteiten doen? Want dat laatste doen ze toch altijd al? Ja, daar is zeker een verschil tussen. Zeker, natuurlijk, er worden allerlei activiteiten georganiseerd in kinderdagverblijven. Dat is prima, dat moet ook. Maar activiteiten naar aanleiding van een boek zorgen ervoor dat die inhoud van het boek op een andere manier wordt verwerkt bij kinderen. Het zorgt voor herhaling van de begrippen die aan bod zijn gekomen. En het zorgt voor beter begrip van het verhaal. Dat die activiteit ook betrekking heeft op het verhaal. Maar het kan ook iets heel eenvoudigs zijn als een kleurplaat die een afbeelding weergeeft uit een boekje. En die kleurplaat geeft aanleiding om te praten over de situatie die daar wordt afgebeeld. Dus dan hebben we het over woordenschat. De relatie met het verhaal, dat het naar aanleiding van het boek is, dat is dus vooral belangrijk om te zorgen dat die inhoud van het boek nog een keertje terugkomt. Oké, Kees, duidelijk. Ja. Het is bijna 10:15, we hebben nog een kwartier. Ja, dit gaat wel lukken hoor, denk ik. Ja, hè? Denk het ook. Ja. Ja. We zijn al een heel eind op streek. Zo is het. Wat laat je zien op de locatie? Je gaat er naartoe met je analyse. En stel dat je het zo hebt georganiseerd dat je een apart gesprek hebt met het management en een apart gesprek met de PM'ers, dan zou je kunnen zeggen, aan het management laat ik zien wat ik heb geanalyseerd op het gebied van beleid en ook wat ik heb geanalyseerd aan de hand van die leescirkel. Zodat ze ook, want dat beleid heeft natuurlijk precies betrekking ook op waar dat management het meest bij betrokken is. Bij de PM'ers zou je kunnen zeggen, oké, ik laat in ieder geval die dia zien die betrekking heeft op die training interactief voorlezen, waaruit uiteindelijk naar voren komt, ja, dat niet iedereen is getraind. Dus dat is op zich niks verontrustends, maar het is wel iets waar we aan willen werken. En vervolgens ook de dia's bij de leescirkel en chambers. Dat betekent in totaal, dat zijn het er, een stuk of 10. Is niet, het zijn 5, 6 onderwerpen met in totaal tussen de 6 en de 10 dia's. En nu komt het, die prioriteiten moeten nog eens even vertaald worden in smart doelen voor het voorleesplan. Dat betekent, het doel moet specifiek zijn. Dus je kan niet zeggen, we gaan meer werk maken van leesbevordering. Nee, het moet veel specifieker zijn en die analyse geeft daar ook hulpmiddelen voor. Het doel moet ook meetbaar zijn via de monitor. Dat is een heel belangrijk punt. En je hebt ook gezien, die monitor geeft ook cijfers die het meetbaar maken.
Het doel moet acceptabel zijn. Dus de betrokkenen moeten zeggen, ja, ja, dat is acceptabel. Het is realistisch. We kunnen ons daarin vinden. Hier gaan we ook echt aan werken. Vandaar ook het belang van dat gesprek met die groep pedagogische medewerkers. Om ze mee te krijgen, moeten ze ook wel zelf achter die doelen staan. En zeggen, oké, dit is een haalbare kaart. En tenslotte moet het doel ook tijdgebonden zijn. En dat is het sowieso, want dat heeft betrekking op de periode tot de volgende meting. Nou, hoe kun je dat nou vertalen? Die eerste prioriteit, die was de 6 of 7 PM'ers die nog niet getraind zijn, zouden een training moeten krijgen. Dat is wel specifiek, maar het is niet meetbaar met de monitor. Het wordt pas meetbaar met de monitor als je het herformuleert. Alle PM'ers hebben een training interactief voorlezen gevolgd. Want dat kan ik volgend jaar precies zien. Dan geeft dat paaltje 100% aan. De volgende prioriteit. Meer PM'ers zouden de kinderen hulp moeten geven bij het kiezen van een boekje. Dat is op zich wel meetbaar, want je zou kunnen zeggen meer dan de helft kun je zien. Maar ik hou het toch liever op iets wat nog scherper geformuleerd is en nog meetbaarder is. Ik zeg gewoon, tenminste 66%, dus tenminste 2/3 van de PM'ers, geeft aan de kinderen te helpen bij het uitzoeken van een boekje. En waarom 2/3 en waarom niet allemaal? Dat is omdat het nog helemaal niet zo gebruikelijk is zo te zien. Als ik naar die dia kijk die weergeeft wat de huidige stand van de zaak is, dan moet daar best nog wel wat gebeuren. Dus dan denk ik, laat ik maar niet meteen naar alle PM'ers gaan, maar laat ik eerst maar eens kijken of die 2/3 haalbaar is. Daar zit iets willekeurigs in, dat geef ik direct toe. Het is heel goed mogelijk dat men daar zegt van, oh nee, maar dat kunnen we allemaal. Nou, dan zit je het meteen op allemaal. Maar ik ben wat op mijn hoede met het formuleren van al te ambitieuze doelen. Maar goed, hier komt weer duidelijk uit naar voren. Hoe ambitieus is men en wat vindt men acceptabel en realistisch? Er is meer aandacht nodig voor het uitleggen van moeilijke woorden. Ja, dat kun je ook niet meten met de monitor. Er is meer aandacht nodig, maar je kunt wel meten. Tenminste 3/4 van de PM'ers geeft aan dat ze tijdens het voorlezen moeilijke woorden uitleggen. Hiervoor geldt ook, we zagen daar heel erg veel rood. Op het moment dat rood is gekrompen naar 25%, vind ik dat eigenlijk al hartstikke mooi. Dit is prachtig meetbaar. Ik kan de volgende keer precies zien of dat gelukt is, ja of nee. De prioriteit. PM'ers zouden meer moeten praten over het voorgelezen boek. Dat zou kunnen zijn, alle PM'ers geven aan met kinderen te praten over het voorgelezen boek. Waarom nu ineens wel alle PM'ers? Ten eerste, het aantal dat het helemaal niet deed, was niet zo groot. Dat was, als ik me goed herinner, tussen de 20% en de 30%. Dat waren er niet zoveel die het nog helemaal niet deden. En een tweede reden is, ik vind het heel belangrijk dat dit gebeurt. Dus in mijn gesprek met de PM'ers ga ik ook aangeven dat het echt ontzettend belangrijk is dat je dit doet. En tenslotte, PM'ers zouden meer activiteiten naar aanleiding van het boek moeten organiseren. Nou, dat gebeurt nog bijna niet. En als dan de helft dat doet, vind ik dat prima. Je zou zelfs kunnen afspreken in gesprek met die PM'ers. Sommigen gaan daar nu alvast ervaring mee opdoen. En in de loop van het jaar gaan we kijken hoe dat gaat. En dan is 50% keurig als dat zou lukken. Dan ga je ook al zien ten opzichte van die meting van 2019... dat een enorme impuls is geweest en dat heel duidelijk ten goede is veranderd. Alle doelen bij elkaar dus voor het voorleesplan. Nou, dat ziet er keurig uit, toch? 5 doelen, het is wat veel. Ik bedoel, 3 of 4 zou ook prima zijn. Maar omdat, zoals ik al eerder zei, flink wat van deze doelen bereikt kunnen worden via die training interactief voorlezen, denk ik dat dit een haalbare kaart is. Het zijn doelen die heel erg met elkaar te maken hebben. Als het doelen zouden zijn die heel erg ver uit elkaar liggen, dan zou ik hier minder enthousiast van worden. Maar dit kan allemaal via training en workshops kan het gerealiseerd worden. Nou, die retorische vragen heb ik bij deze dus ook beantwoord. Het zijn er volgens mij niet te veel. Wat doe je dan de volgende meting? Je hebt nu de doelen geformuleerd, je bent aan de slag daar, je hebt de scholing gegeven, je hebt de workshops gegeven. En dan vindt de volgende meting plaats. Wat doe je dan als eerste? Je kijkt eerst naar de resultaten op die doelen die we daar zojuist hadden, deze doelen. Dus je gaat echt heel specifiek kijken, alleen naar deze doelen. Die bespreek je op de locatie en je zet de resultaten erbij. Daar heb je dus maar 5 dia's voor nodig. 1 dia per doel waarop je het doel zet, zoals het er staat, en het resultaat erbij.
Doel gehaald, dan is er ruimte voor nieuwe doelen. Doel niet gehaald, dan bespreek je met dat team de oorzaken. En stel je doel eventueel bij voor de volgende periode. Je kunt zeggen, oké, we gaan toch nog proberen dit doel te halen. Moeten we het iets minder ambitieus formuleren? Was er een bepaalde reden waarom we dat niet gehaald hebben? Is dit doel überhaupt niet haalbaar misschien? Nou, dan schrappen we het alsnog. Dit is echt iets wat in overleg moet gebeuren. Maar een belangrijke tip hierbij is, anticipeer alvast op die nieuwe doelen. Terwijl je bezig bent, zie je wat er allemaal al is gebeurd. Stel dat ze allemaal zijn gehaald, dan is het handig als jij zelf alvast met een paar nieuwe doelen in je zak het gesprek aangaat op die locatie. Goed, dan nu verder met... Ja, heb je een vraag? Ja, er zijn een paar vragen over hoe je die terugkoppeling nou het beste kunt doen. Kun je dat gesprek alleen voeren met de voorleescoördinator? En wat stuur je op als voorbereiding? Heb je daar tips voor? Als voorbereiding waarvoor? Op het gesprek van de terugkoppeling. Oh, oké. Resultaten. Nou kijk, alles, als het gaat om kan het alleen met, en natuurlijk kan dat, alles kan. Alles, je kunt het alleen doen met de manager, je kunt het alleen doen met de voorleescoördinator, je kunt het alleen doen met de PM'ers. Maar wat de voorkeur zou hebben is een gesprek met de voorleescoördinator en de manager van de locatie, zodat zij precies weten, voordat het gesprek met de PM'ers plaatsvindt, hoe de vlag erbij hangt. En ze kunnen dan eventueel ook nog invloed uitoefenen op de doelen die jij van plan bent te formuleren. En daarna een gesprek te voeren met de PM'ers. Waarom is dat gesprek met die PM'ers zo belangrijk? Zij zijn uiteindelijk degene die die levende voorleescultuur tot stand moeten brengen. En als zij jou helemaal niet spreken daarover, en het is alleen de voorleescoördinator zelf die zegt van, nou jongens, ik heb de mensen van de BIEB gesproken en we moeten wel wat meer aandacht geven aan het uitleggen van woorden bij het voorlezen, dan gaat dat niet gebeuren. Dat is gewoon, dat heeft te weinig power. Dus op het moment dat je daar het gesprek voert met de PM'ers, en je laat daar ook die dia's zien en je legt ook nog eens een keer uit wat het belang is van al die gegevens. Ja, dan heb je kans dat je ook echt verandering teweeg kunt brengen. Oké, dus je advies is eigenlijk alles kan. Zeker de voorleescoördinator en liefst ook met de PM'ers. Ja, en ter voorbereiding zou ik bij het management de analyse van tevoren opsturen. Maar voor de PM'ers zou ik dat niet doen, want ik weet van tevoren dat sommigen dat dan wel zullen lezen en anderen niet. En dan is dat onhandig op het moment dat ik die groep voor mijn neus heb. Dan heb ik maar liever dat ze het allemaal nog niet gezien hebben en dat ik het uitleg terwijl ik het laat zien. Oké, prima. Duidelijk. Oké. Ja. Oude betrokkenheid. De vraag bij oude betrokkenheid, dat hebben we nu helemaal niet besproken. De vraag is natuurlijk, wordt daar prioriteit aan gegeven in het beleid van de locatie? Als dat zo is, dan kun je het niet laten liggen. Dan moet je er echt iets mee. Als de locatie het niet als prioriteit heeft, dan kun je altijd zeggen, nou, er moet hier al genoeg gebeuren. Laten we dat nou maar even niet doen. Ik zie dat er voldoende andere onderwerpen zijn om aan te pakken. De vragen over oude betrokkenheid. Welke zijn het precies? Als je kijkt in de vragenlijst van de PM'er, dan zie je daar de volgende vragen. Ik stimuleer ouders om thuis voor te lezen. Ik stimuleer ouders om naar de bibliotheek of de boekhandel te gaan. Ik praat met ouders over het boek dat is voorgelezen. En ik attendeer ouders op digitale prentenboeken en kinderboeken-apps. Dit zijn allemaal gedragingen van ouders waarvan we echt weten uit onderzoek. Ja, dit is niet zomaar wat luchtfietserij. We weten uit onderzoek dat dit ertoe doet. Dus als, als we dit voor elkaar krijgen, dan hebben we invloed op die geletterde omgeving thuis en die voorleescultuur thuis. Nou, hoe staat dat ervoor op die locatie uit onze casus? Als het gaat om ouders stimuleren om thuis voor te lezen, dan zien we om te beginnen een heel divers beeld. Dat varieert van nooit tot soms tot vaak. En de conclusie die ik hier voor mezelf dan meteen trek is, hier is geen beleid. En ik word opnieuw gesterkt in mijn vermoeden dat er nieuwe mensen bijgekomen zijn. Want het beeld is gedifferentieerder dan in 2018. Hetzelfde voor ouders stimuleren om naar de bibliotheek of naar de boekhandel te gaan. Heel gedifferentieerd. Met ouders praten over het boek dat is voorgelezen, dat is iets minder gedifferentieerd. Maar is zeker niet standaard. Ouders attenderen op digitale prentenboeken. Weten we ook landelijk dat dat weinig gebeurt. Nou, dat gebeurt hier. Maar door één die dat soms doet. Conclusie, het beeld is niet zo rooskleurig en redelijk stabiel. En dat doet mij vermoeden dat oude betrokkenheid op deze locatie geen beleidsprioriteit is. Anders zou ik in die laatste meting gezien hebben dat er iets ten goede is veranderd ten opzichte van die meting ervoor. En dat heb ik niet gezien. Dus ik denk dat ze daar geen werk van maken.
Oké, omgaan met laaggeletterde ouders. Dat is het laatste stukje wat ik met jullie wil bespreken. Hoe ziet dat eruit op deze locatie? Zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot dit onderwerp, het omgaan met laaggeletterde ouders? Dat is niet het geval. En daar zie ik ook een bevestiging van wat ik zojuist zag. Ouders hebben op dit moment geen prioriteit in het beleid van die locatie. Dus er zijn ook geen afspraken in het omgaan met laaggeletterde ouders. En dat zie je ook terug bij die PM'ers. Als het gaat om het herkennen van laaggeletterde ouders, dan is het minder dan 2 op de 3 die zegt dat te kunnen. Een derde weet het niet en er is er ook eentje die zegt, ja, dat weet ik echt, dat kan ik gewoon niet. Dus kennelijk is dit niet een heel belangrijk onderwerp op dit moment. Ik wil niet zeggen dat dat niet zou kunnen worden, maar als ik als BIEB kijk naar deze locatie, dan denk ik dat ik een analyse van beleid en uitvoering prima en voldoende aanknopingspunten heb om een jaar intensief aan de slag te gaan op haalbare doelen, haalbare en interessante onderwerpen. En het onderwerp ouders, dat laat ik rustig liggen tot volgend jaar. En dan hoor ik wel van die locatie of daar inmiddels wel een prioriteit van wordt gemaakt in het bedrijf. Oh ja, deze hoort hier ook bij laaggeletterde ouders ondersteunen in hun educatieve rol. Dat is natuurlijk ook iets. Daar kun je ook direct aan zien, hè, in die diversiteit van antwoorden. Dat is niet standaard. Daar hebben ze geen scholing in gekregen, want anders zou dat allemaal dezelfde kleur zijn. Goed, we gaan afsluiten deze webinar. Volgens mij ben ik dan heel aardig op schema gebleven, Nicolien. Ik wil graag afsluiten. Een soort opdracht voor alle deelnemers. Stel je nou voor dat deze locatie van oude betrokkenheid prioriteit nummer 1 zou maken. Stel je voor dat dat zo zou zijn. Wat zouden dan de consequenties zijn voor de keuzes bij de analyse, voor de prioriteiten die je stelt en voor de doelen in het voorleesplan? Als ik jullie nou nog een keer zou meemaken in het echt, dan zou dit de opdracht zijn die ik jullie zou meegeven. En zou ik volgende keer vragen aan mensen om te laten zien hoe ze deze opdracht hebben opgevat en uitgevoerd. Als je deze denkvragen goed kunt beantwoorden voor jezelf, dan heb je deze webinar uitstekend begrepen. Dat is een mooie afsluiting, Kees. Dank je wel daarvoor. Dit wordt het einde van deze webinar. Ik wil jullie in ieder geval, en ik zal even mijn beeld weer aanzetten. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. Bedanken voor jullie meedoen en meedenken. Ik wil Kees natuurlijk heel erg bedanken voor de heldere uitleg. Een van de reacties die ik kreeg was, dit gaat mij echt helpen. Ik ben net begonnen voorleesconsulent. Wat een heldere uitleg. Dus dat is heel prettig om terug te horen. Dit webinar wordt gepubliceerd in de toolkit van de Monitor Bookstart. En ook gaan jullie een antwoord geven op de vragen die nu helaas niet aan bod konden komen. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit webinar? Die kun je mailen naar info@boekstartpro.nl. Meer informatie over de monitor vind je in de toolkit van de website Boekstart Pro bij het tabblad De Monitor. Voor nu wil ik afronden met dank aan jullie, met dank aan Kees nogmaals. Succes bij het analyseren en ook bij het terugkoppelen van de monitorinformatie aan de kinderopvanglocaties. Dank jullie wel en graag tot ziens.